Wat we vaak horen van deelnemers aan vergadertrainingen is dat ze zeggen: ja, maar dan krijg ik toch niet helemaal antwoord op mijn vraag. En dat komt doordat bijvoorbeeld een bestuurder niet echt antwoord wil geven op de vraag, of doordat de vraag misschien niet helder genoeg gesteld is. Voor jouzelf is het dan wel duidelijk, maar voor de luisteraar blijkt het dan toch minder duidelijk. Wat kun je nu doen om ervoor te zorgen dat je echt antwoord krijgt op jouw vraag? Zorg ervoor dat je de inleiding kort houdt en eindigt met een vraag. Wat we vaak zien is dat de vraag ergens in de inleiding verstopt zit. Er is een inleiding, de vraag en dan volgt er nog extra informatie. Maar vaak door die extra toevoegingen raakt de vraag zo verstopt dat de luisteraar niet meer scherp heeft waar hij of zij op moet antwoorden. Dus inleiding en dan je vraag. Als je meerdere vragen wilt stellen, kondig dan alvast aan hoeveel vragen er gaan komen. Als je bijvoorbeeld zegt: ik heb 2 vragen, dan zul je zien dat de luisteraar alvast 2 bolletjes of een eentje en tweetje op papier zal zetten. Dus het is als het ware een soort luisterhandleiding. Een voorbeeld hiervan is: ik heb 2 vragen. De eerste: hoeveel budget hebben we hiervoor? En het tweede: hoe gaan we evalueren? Geef alvast aan hoe jij graag wilt dat het antwoord eruit ziet. Dus je geeft een aanwijzing mee over de vorm van het antwoord. Een voorbeeld hiervan: kun je in 1 zin aangeven waarom het nu belangrijk is om de volgende stap te zetten? Als het goed is, wordt het antwoord dan in 1 zin teruggegeven. Dus geef goed aan hoeveel vragen je gaat stellen, eindig steeds met een vraagteken en laat de luisteraar weten hoe je graag wilt dat het antwoord eruit ziet. Dan heb je de grootste kans dat je echt antwoord krijgt op je vragen. Laat alle verpakking weg en eindig met die vraagtekens. Heel veel succes! Wil je meer leren over pitchen, overtuigen, onderhandelen, presenteren, vergaderen? Abonneer je dan op ons kanaal en vergeet niet deze video te liken.